about to leave. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 8 juni. Ik ben Janneke van Huisje Wel Tevreden. Ik vlog dagelijks met mezelf, de kinderen, gastkinderen en huisdieren. Vandaag is Rosa jarig en we vieren de verjaardag van Rosa op zondag. Dus, maar ze is jarig vandaag, ze wordt 2 jaar. Hiep hiep hoera Rosa, gefeliciteerd! Ik heb zo een afspraak bij een mevrouw die access bars geeft. Ik vind het wel fijn, want ik heb knallende koppijn. Ik ben benieuwd of dat straks dan weg is ook. Mijn hele lijf doet ook pijn. Mijn rug, mijn bekken, alles doet zeer. Ik zit even niet zo helemaal goed in elkaar vandaag. Ik denk dat ik gewoon even kreupel ben opgestaan. Gewoon een koppijn, zweet breekt me uit. En ook wel de hitte komen natuurlijk. Maar goed, ik ben benieuwd of het straks is opgelost. Zou mooi zijn. Ik zie jullie later. En weer, ja, thuis al een tijdje. Tijdens de access bar sessie was mijn hoofdpijn zo goed als verdwenen. Het was een vrij intensieve access bar oefening. Sessie. Merkte echt gewoon dat je bijna uit je lijf weer terug, Echt dat gevoel had. Ik was echt intens. Ik ben er ook moe van, merk ik. Echt, ik weet niet wat er met me gebeurde. Ik voel me ook een beetje anders dan anders. Zwaarder. Net of ik meer door de grond kan zakken of zo. Echt een beetje anders. Maar op de terugweg naar huis werd ik gewoon kotsmisselijk. En ben mijn bed ingedoken er straks. Het is nu inmiddels bijna 4:30. En nu ben ik goed. Maar nog steeds voel ik me apart. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar er is iets gebeurd. En daar kom je dan gaande de dagen wel achter van wat voor werking het heeft gehad. En degenen die access bars al een keer hebben ervaren, die weten dat. Dat het een latere werking nog even heeft natuurlijk. Maar, man. Echt aanraden. Mensen, als jullie... Je moet het gewoon een keer... Sorry. Je moet het een keer ervaren hebben. Voordat je erover kan oordelen of het zweverig is. Want het is gewoon iets... Helemaal niet zweverigs. Het is gewoon iets wat bij ons mensen hoort. Het is gewoon... Ja, bellen. Anders ben je echt lang. Het is gewoon... Ja, ik kan het niet uitleggen. Dus heb je het nog nooit gedaan? En... Word je er nieuwsgierig naar, boek zo'n sessie. En ook al denk je, dat is niet meer aan de hand, waarom zou ik dat moeten doen? Het is ook gewoon zo, net als dat je naar een masseur gaat voor een full body massage. En dan heb je zeg maar meer energie daarna. Dit is bijna hetzelfde. Alleen ze raken punten op je hoofd aan. Je ligt gewoon op een bed, ze raken punten op je hoofd aan. Achter in je nek, daar lag het bij mij dus het probleem. Omdat ik natuurlijk ontzettend hoofdpijn had toen ik daaraan kwam. En... Ja, er verandert iets voor je. Maar goed, laat me weten als je het een keer geprobeerd hebt. In de comments below. Hè? In de reacties hieronder. Laat me even weten als je het dan een keer geprobeerd hebt. En wat je ervan vond. En als je het nog nooit gedaan hebt. En je vindt het zweverig. Dan kan je hier niks over zeggen. Echt helemaal niks. Want ik ben ook totaal niet zweverig. Maar ik merk dat er nu zoveel meer is dan dat wij weten. Dan dat we zien. Ervaar het zelf. Dus het is het bewijs. Het levert het gewoon het bewijs dat er veel meer is. Ga het een keer beleven. Echt. Nou, meer wil ik er niet meer over zeggen. Link komt zo hier naartoe. Gaan we werken aan mijn website. Huisje Wel Tevreden website. Die komt bijna live. En als die al klaar is, dan zal ik hem hier onder de video even linken. Of hierboven even linken. Nee, dat kan volgens mij niet. Maar in de reacties zal ik hem eventjes neerzetten. En ga even kijken. Want ik ga ook bloggen. Ja, ik heb het nog niet druk genoeg natuurlijk. Ik ga vloggen voor jullie. Dus dat. Tot later. Er is niet heel veel vlog gekomen meer vandaag. Want ik moest natuurlijk nog vlog editen voor morgen. En wat heb ik nog meer gedaan? Meer heb ik eigenlijk niet gedaan. Oh ja, Lynn is natuurlijk... Oh ja, Lynn is natuurlijk geweest. Die heeft me geholpen met de website voor Huisje Wel Tevreden. Het is bijna af. Ik laat jullie morgen even een preview zien. En dan... kan niet. We moeten even nog een blog schrijven. Ik heb al een blog af. Die moet ik nog eventjes erin zetten. Ik heb nog een blog in mijn hoofd. Die wil ik nog even typen. En die komt er dan ook in. Anders is het een lege website. Daar hebben jullie ook niet zoveel van aan. En dan zal ik hem delen. Ik vind het heel spannend. Ik ben echt benieuwd wat jullie ervan vinden. En
ja, Lynn en ik hebben echt ons best erop gedaan. En ik ben er heel blij mee. Want ik vind het ook heel leuk om te schrijven. Over bepaalde onderwerpen te schrijven. Die me bezighouden en die niet echt in een vlog passen. Weet je, een soort van aanvulling wat er in mijn hoofd rondgaat. En wat er gebeurt en waar ik mee bezig ben. En ja, dat is gewoon veel leuker in een blog dan in een vlog. Dus, mooie aanvulling, dacht ik zo. Dus ja, daar zijn we ook mee bezig geweest. En daar zijn we best wel lang nog mee bezig geweest. En daarna moest ik dus nog een hele vlog editen. En dat was van een supportbus. Er waren best veel beeldjes die ik ja, wat in moest korten. Stukjes eruit en aan elkaar maken en dat soort dingen. Het is gelukt gelukkig, maar inmiddels is 10 uur. En hoofdpijn begint weer een beetje terug te komen. Dus ik heb zoiets van, ik duik lekker mijn bed in. Slapen. Morgen fris weer op. Website verder afmaken. Naar de action, daar heb ik echt even zin in. En dan, ja, is het weekend morgen. Dus, dankjewel voor het kijken naar deze mini-vlog. Ik zie jullie morgen in een echte vlog. Slaap lekker voor straks en kijk je dit in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doei!